Hallo babes, welkom bij een nieuwe vlog. Het is even geleden dat ik heb gevlogd. We are back, tenminste we. Ik en ja, jij bent er ook, dus we zijn er weer. Ik heb mijn camera, voor de mensen die het niet mee hadden gekregen, mijn camera is stuk gegaan, mijn vlogcamera. Letterlijk de achterkant, zeg maar, het schermpje waar ik mezelf op kan zien, lag er helemaal af. En dat is niet de bedoeling. Dus ja, ik heb hem weggebracht voor reparatie. En dat heeft door COVID en het bestellen van onderdelen alles gewoon heel lang geduurd. But it's fine. Ik heb hem terug. En ik heb gewoon heel veel zin in om, ja, om weer te gaan vloggen. Ik moet zeggen, natuurlijk vond ik het heel erg kloten dat mijn camera kapot was. Dus ja, dure grap. Maar ergens had ik zoiets van, het moest gewoon zo zijn. Y'all know me. Ik zoek overal altijd een reden achter. Of gewoon om mezelf te kalmeren. Alles met de reden. En ik denk dat die reden ook een beetje was van, ik had echt even tijd voor mezelf nodig. Het einde van het jaar voel ik me altijd soort van een beetje, ik denk iedereen wel, gewoon mentaal uitgeput. En het begin van het jaar neem ik altijd om even te reflecteren. Eind van het jaar trouwens ook, maar rond die periode even reflecteren. Doelen even op terugkijken en even nieuwe doelen stellen. En gewoon even mijn mind op nul. Ik heb ook letterlijk bijna niks gedaan de laatste 2 weken van december en de eerste 2. Zo, ik voel me weer helemaal opgeladen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de afgelopen tijd een beetje heb ingehouden qua content. En dat is niet omdat ik een bepaald beeld wilde neerzetten die niet klopt of wat dan ook. Want ik ben altijd eerlijk, jullie weten dit. Maar ik hield me gewoon een beetje terug. Omdat ik weet niet, ik ben perfectionistisch. En soms ben ik ook bang dat ik te veel deel. En niet per se persoonlijk, maar dat ik jullie daarmee verveel. En dat is al een struggle waar ik het heel vaak over heb gehad. Ook in mijn vlogs. Maar ja, ik voel me gewoon weer helemaal goed en we gaan er tegenaan. Zo ja, als het niet lekker gaat, zeg ik dat ook gewoon. Maar hey, we hebben allemaal even tijd voor onszelf nodig. En ik moest wel, want ik had niet eens een camera om mee te vloggen. Zo, dat dus. Verder gaat het goed. Wat ik net al zei eigenlijk, doelen opnieuw gesteld. Kijk heel erg uit naar het einde, naar dit jaar. Einde van dit jaar heb ik dus gebruikt om te reflecteren. En ondanks dat het gewoon een heel moeilijk jaar was, was het voor mij ook echt een heel fijn en goed jaar op het gebied van ontwikkeling, zelfontwikkeling, maar ook carrière en doelen bereiken. Zo, ik kijk uit naar 2021. Ik heb er echt hele goede hoop in en ja, I'm just open for good energy. En gisteren was ik jarig, heb ik mijn verjaardag gevierd afgelopen weekend met some loved ones en ik ben 27 geworden. 27! Het is helemaal niet oud. I know. Het is echt raar om daar een soort van raar over te gaan doen. Van, oh, ik ben al 27. Maar in mijn hoofd voel ik me echt geen grap. Af en toe gewoon nog 16. Max 18. Soms besef ik van, oh mijn god, ik ga richting de fucking 30. Dat is intens. Helemaal niks mis mee, want nog steeds heel jong. Maar wel even een besefmomentje. Maar ik heb een heel fijn weekend gehad. Echt genoten. Gewoon relaxed. Zen. Met mensen waar ik van hou. En I don't know, het was gewoon heel relaxed. Gisteren was mijn familie hier, zusje, zwager, Bella. Niet veel keuze. Want ja, COVID, be like. Lockdown nummer 2, die waarschijnlijk wordt verlengd, be like. Maar ik heb alsnog heel erg fijn mijn verjaardag kunnen vieren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. So yeah, your girl is a 27. Ik moet trouwens ook zo weg, want dit wordt zo meteen helemaal opgefokt. Als in, ik ga zo meteen naar de schoonheidsspecialiste en die gaat mij een peeling geven. En die peeling vind ik echt vreselijk, doet pijn, maar en ik vervel echt enorm lelijk ervan. Dus de volgende shots die jullie gaan zien, ben ik waarschijnlijk echt lelijk aan het vervellen. Maar mijn huid wordt er zo mooi van. Oh mijn god, mijn huid is zo vooruit gegaan weer. Zo, so, ja, ik neem het maar voor lief. Maar goed, verder, het sporten gaat oké. Okay. Ik doe wel gewoon mijn best om te sporten. Minimaal 2 keer per week. Ideaal gezien 4 keer per week. Dus daar ben ik wel gewoon nog mee bezig. Maar ja, verder gewoon vooruitkijken, jongens. Ik ben geïnspireerd, ik ben relaxed, ik ben gemotiveerd. En I am energized voor het nieuwe jaar en wat er komen gaat. Als ik iets ben vergeten in mijn update, let me know. En dan update ik jullie daar volgende week wel weer over. Camera, I love you so much. Ik heb een vlogcamera terug. Ik ben daar zo blij mee.
Ik was begonnen trouwens nu net. Ik heb een sandwich gehaald. Ik heb de camera dus vandaag opgehaald. En net een Netflix-serie opgezet. Ik denk dat iedereen tegenwoordig dezelfde series kijkt. Volgens mij heeft iedereen Netflix uitgespeeld. Maar Netflix kwam met een nieuwe serie. Lupin. En daar ben ik nu net 12 minuten aan het kijken. Maar ik moet dus naar mijn afspraak. Maar ik vind het nu al heel leuk. Die acteur vind ik sowieso fucking leuk. Zo. Ja. Oh ja, mijn haar is aan het groeien. Lang haar. Hair is growing. Who this? Oké, ik ga nu even snel. Want anders kom ik te laat. And we don't like that. Maar ja. Vlogs are back. Another day goes by what you're waiting for. Really don't know what you take me for. Guess I hoped you'd figure it out. Should've known it was never your style. I could wait for you. Oké, dus lockdown is aangekondigd. Verlenging van de lockdown. En ik ben er klaar mee. Ik ga jullie echt eerlijk zeggen. Ik ben een heel positief persoon. Al zeg ik het zelf. Maar ik ben er even klaar mee. Al die tijd wel echt dat ik dacht van weet je wat. Het is nodig. En het is en zo. En we komen er doorheen. En het zal voorbij zijn. Maar nu dat het elke keer steeds langer duurt. Merk ik echt dat ik mentaal. Het is gewoon voor iedereen. Niet alleen voor mij. Ik moet echt niet aan denken om nu bijvoorbeeld een winkel te hebben of echt een fysieke onderneming. Het lijkt me echt super stressvol dat je nog je huur moet betalen, je kinderen moet eten moet geven, weet ik wat allemaal, hypotheek. Maar goed, ik hoop gewoon dat het allemaal zo snel mogelijk voorbij is. Mijn gezicht begint al een beetje te vertrekken, dus het wordt al droog en morgen begint het al te vervellen. Ik hoop eigenlijk dat het morgenavond pas begint te gebeuren, want ik ga morgen shooten. Dus, I hope. Ja, totdat mijn make-up nog een beetje normaal uitziet. Maar ja, we zullen het morgen pas weten. Ik ga heel even Netflixen. Ik had jullie gezegd dat ik was begonnen met Lupin. Op Netflix. En mijn laptop is ook stuk gegaan trouwens. In de tussentijd dat mijn vlogcamera stuk was, is ook mijn harde schijf ermee gekapt. Dus ik ben heel veel materiaal kwijt van afgelopen jaren die ik heb verzameld. 2020 had zoiets van, luister dan, al je equipment gaat naar de kloten. Maar goed, die wordt nu nagekeken of die gemaakt kan worden. Maar gelukkig heb ik ondertussen een leencomputer. Namelijk van mijn vriendin. Die zei van, luister dan, ik heb nog een computer op de zaak. Dus je mag deze wel even lenen totdat je weet een nieuwe laptop krijgt. Of totdat die wordt gemaakt. Zo ja, ik ga nu de serie kijken, lekker in mijn bed. Velvet cake eten. En ik ga zo meteen ook guac maken. Guacamole. Want het klinkt heel raar. Maar morgen ga ik weer gymmen, sporten. En nu heb ik zoiets van fuck it. Ik eet alles gewoon nu. En vanaf morgen weer discipline. Ik ben ook zwak jongens. It's fine. It's whatever. Dus ik ga lekker genieten van het eten. En morgen weer er tegenaan. Pretty sure I was made. Cause see, I'm stuck in the future, stuck in the past. Hoping you come back, I'm willing to ask. Cause I got too much pride. Guess I keep on driving. Ik heb vanmorgen mijn sportoefeningen gedaan. Oefeningen, oh joh, wat was het voor woord? Oefeningen. En ik heb me net klaargemaakt en dan gaan we shooten. Ik heb alles ingepakt, het is best wel lekker weer. Daar ben ik heel blij mee. Dat is fijn, dus we gaan gewoon op pad. Straks even mijn laptop ophalen bij Eva. Maar dat komt straks. Dus ja, let's go. Muziek opzetten. Ik kan ook nooit wegrijden. Ik moet gelijk even stoelgoed. Muziek opzetten, verwarming aan. Hallo babes. Ja, ik heb vandaag geshoot. Maar ik heb het thuis even omgekleed, even joggers aangedaan. Lekker comfortabel. Het zal eens een keer niet anders zijn. En ik ben bij Eva. Ik ga gewoon even gezellig de avond met haar doorbrengen. En ik ga even mijn laptop ophalen. Want zij heeft mijn laptop toen voor mij weggebracht. Zo, ja. En die moet naar een andere aanmerk. Want die moet door een specifieke aanmerk gerepareerd nagekeken worden. Whatever. Dus let's go to Eva. Guess who's back. Hi. Zo, ik ben net thuis van Eva. Ik ga in ieder geval douchen en zo slapen. Mijn huid
Het is echt disgusting. Kijk dan, mijn huid begint al te vervellen hier. Echt nasty eigenlijk. Ik heb mijn make-up iets te lang op lop laten zitten, maar ik had geen zin om het bij de Eva eraf te halen. Maar het ziet er echt nasty uit. Ik ga sowieso mijn gezicht wassen hoor, in de douche. Maar ik haal altijd zeg maar altijd mijn zwarte, ik noem altijd zwarte vloeistoffen er vanaf. Dus stel je voor, ik heb eyeliner of mascara op. Dat doe ik altijd even met een doekje voordat ik ga slapen. Omdat ik het echt vreselijk vind om de douche uit te komen en dan zeg maar van die zwarte vlekken onder mijn ogen te hebben nog van mijn mascara. Dan voel ik me alsnog gewoon heel onverzorgd en gewoon ongedoucht. Terwijl ik wel gewoon heb gedoucht natuurlijk, maar het is zo hardnekkig vaak. Dus ik haal het eerst met het doekje eraf en dan ga ik wassen. Ik doe normaal gesproken echt met take the day off of zo van Clinique. Ik heb van Laura Mercier ook een hele fijne oil. Maar ik heb deze gekregen van Charlotte Tilbury. Samen met andere skincare die ik echt super fijn vind. Ik heb de olie pas een paar keer geprobeerd. Het is een 2-stappen systeem. Ik ben benieuwd. Dus zeg maar een oil. Ja. Echt gewoon om alles eraf te halen. En dan heb je de tweede. Die is echt om te reinigen. Purifier. Ik ben heel benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet heel denderend vind. Het haalt mijn make-up wel zeg maar fijner vanaf. Maar we gaan het zien. Ik moet het ook een paar keer proberen. Maar de andere skincare zal ik zo even laten zien als ik uit de douche kom. Vind ik wel echt mega fijn. En dan heb ik ook al op mijn story geplaatst op Instagram. Oké. Genoeg. Ik ga nu even douchen. En dan laat ik jullie even de skincare zien. Ga ik mijn nieuwe maanroutine doen trouwens. Dus een nieuwe maan in de steenbok. My sign. En dan slapen. Ik doe gewoon wel mijn... Oh nee, dat brandt. Fuck. Ah, ik voel echt al dat mijn huid aan het vervellen is. Want mijn skincare brandt. Oh my god. Ik mag eigenlijk... Ja, dat doe ik ook niet hoor. Maar ik mag geen zuren nu op mijn huid doen. Dus geen niacinamide. Geen hyaluronzuur. Geen retinol en zo. Dus mijn skincare routine nu de komende dagen tot mijn huid hersteld is. Is heel erg kort. Maar wat ik wel op mag. Is dus een van mijn favoriete nieuwe skincare producten. En dat is de Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir. En ik ben hier echt helemaal blij mee. Het voedt mijn huid echt. Het geeft ook echt zo'n plump. En dagcrème. Oh, die brandt ook. Vlak. Oh, mijn huid is natuurlijk gewoon helemaal open. Ze gaan het herstellen. Ik had vandaag geen make-up op moeten doen. Het mag trouwens wel hoor. Maar ik had het niet moeten doen. Ja, deze ben ik gek op. De dagcrème, maar het is nacht. Ik ga zo slapen, dus ik ga wel gewoon mijn nachtcrème opdoen van Paula's Choice. Deze is super hydraterend en niet te vet. Verliefd op deze crème. Paula's Choice is nog steeds een van mijn favoriete merken. Nee, mijn gewoon top nummer 1 voor skincare. Oh, deze brandt ook. Was het vergeten. Alles brandt. Oeh. Mijn huid wordt ook helemaal rood. Oh my god. Oh my god, het brandt. Het ziet er ook echt heel charmant uit. Mijn huid is echt helemaal rood. Oh my god. Daarom matchte mijn foundation vandaag dus niet. Want het moest gewoon dit bedekken en het was gewoon te donker. Maar goed. Oké, dus er is die nachtcrème. Het is heel vet. Dus de eerste nacht gebruikte ik te veel. Toen dacht ik van, ik vind het niks. Maar je moet gewoon een heel klein beetje opdoen. Let op. Ik doe letterlijk. That's it. Dat is alles wat je gebruikt. Het is zo intens. Hydraterend. Oh my god. Dus dit is nu hoe mijn huid eruit ziet. En ja, het moet gewoon vervellen. Zo, ja. Wat ook niet heel erg leuk is, is dat ik bij het zweten, bij het sporten, dat het ook brandt. Dus daar hou ik echt mijn handdoek goed bij. Maar goed, ik heb het er echt voor over. Mijn huid wordt hier echt zoveel mooier van. Zo, ja. Ik ga nog een klein beetje hier opruimen. En mijn nieuwe maanroutine doen. Oh ja, nieuwe maan. Staat voor nieuwe beginnings, nieuwe intenties. En volle maand staat voor afsluiting en loslaten van dingen. Zo, vanavond ga ik gewoon opschrijven wat ik nieuwe intenties zijn voor de komende maand. Tot de volle maan. En ja, het is de allereerste van het jaar. Eerste. En ja, ook heel krachtig. Doordat die volgens mij in verband staat met Saturnus, dacht ik. Of Pluto, of allebei. Hey babes, goedemorgen. Ik ben net wakker en ik had een personal training afspraak om 2:00. We zouden gaan trainen buiten.
Ik dacht dat het om 10 uur was. Dus ik ben om 10 uur daar naartoe gegaan. En dat was niet de afspraak. Maar goed, alleen maar beter. Want nu ben ik de deur uit. Op tijd. En ik kom weer een beetje terug in mijn oude slaapritme. Dus dat is top. Gisteren was ik alweer rond 12 uur moe. En voorheen was het echt pas rond 1:30. En dus vanmorgen werd ik ook al iets makkelijker wakker. En morgen heb ik alweer andere dingen gepland. En zaterdag ook weer. Dus ik forceer mezelf nu een beetje uit bed. Ik ben nu even naar de Albert Heijn gereden. Ik dacht, weet je wat, fuck it. Ik was gisteren bij Eva. En ik heb echt, echt heel slecht gegeten de afgelopen dagen. En het heeft niks te maken met, oh wow, ik ben aangekomen of wat dan ook. Maar ik merk echt het, zeg maar, het hele fitte, ja, fitlife vind ik überhaupt echt een kutnaam. Want het heeft echt een soort van een beetje zo'n stigma gekregen. Maar in ieder geval dat gezondere leefstijl komt er bij mij sowieso niet in één keer in. Jullie hebben vaker gevraagd hoe ik het heb gedaan, het afvallen, et cetera. Ja, was niet eens echt bewust dat ik ging afvallen. Het was gewoon meer voor mijn anxiety en sporten en bewegen. En ik at al die tijd nog steeds gewoon echt zooi. Echt gewoon troep. Maar ik merk nu steeds meer dat ik, als ik iets heb gegeten, had ik vroeger nooit. Hè. Ik kon Mackie eten daarna. En soms gingen we in de ochtend naar de Mackie en de middag naar de Burger King. En daarna had ik nog snoep en shit. Maar daar voelde ik me nooit... mijn lichaam merkte ik niks van. Ik voelde me prima en niks aan de hand. Maar nu als ik... echt, volgens mij hoe ouder ik word. I don't fucking know. Ik weet niet hoe dat komt. Hoe meer troep ik eet... daarna voel ik me letterlijk gewoon vies als in mijn maag. Het voelt gewoon... het hoort daar niet, zeg maar. Heel raar. Niet eens mentaal, maar gewoon misselijk. En alsof het meer invloed op mijn lichaam heeft. I don't know. En ik ben echt niet van het gezond eten. Because I like my food. En ik vind ook gewoon dat het nog steeds moet kunnen. Ik ga mezelf niks beperken. Maar ik ga wel gewoon proberen erop te letten. Omdat ik voel gewoon dat gevoel van de hele tijd. Dus dat wil ik niet. So, ja, ik denk dat het een beetje misschien de volgende organische stap is hierin. Omdat mijn lichaam dat zelf aangeeft. Maar ik ben dus bij de Albert Heijn. Lang verhaal kort. Jezus, wat kan ik lullen. Lang verhaal kort. Ik ga even wat dingetjes halen. Ik heb sowieso een voedingsschema van mijn personal trainer. Arme vrouw heeft dat voor mij gemaakt. En ik heb het nog nooit gebruikt. En ik heb het ding al 10 maanden of zo. Of 9 maanden. Ik weet niet hoe lang ik aan het trainen ben. En 9 maanden later besluit ik dat ik er misschien een beetje gebruik van ga maken. Dus nogmaals, ik ga mezelf niet streng opleggen om dat helemaal te volgen. Ik gebruik het een beetje als een instap. Richting lijn. Het is echt een hele fijne. Met allemaal ook nog tips. Het is niet eens heel vies eten. Of wat. Het is gewoon best wel lekker. Maar ja. Dat dus. Nou, ik heb boodschappen gedaan. Ik dacht, ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb avocado's. Kipfilet. Voor op mijn brood. Dus dat ga ik toast maken met kipfilet, zeg maar. IJsbergsla voor mijn wrap. Samen met de tomaat. En de avocado, yoghurt, Griekse yoghurt, tomaat, broccoli met wortel. Dat is lekker bij het avondeten, denk ik dan. Ik heb dit, ik denk ik ga dit maar proberen als toetje. Gewoon, ik moet gewoon iets eten na mijn avondeten. En het moet zoet zijn. Dus ik dacht, ja, dan kan ik maar gewoon even kijken naar gezonde opties. Ik heb al een paar van dit soort yoghurt shit proteïne dingen gegeten. Maar ik vond ze elke keer echt zo smerig. Niet te doen, gewoon geen smaak. Ik kreeg echt zo'n vieze nasmaak van, nee. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Als jullie tips hebben trouwens, let me know. Sinaasappels om te eten tussendoor. En kipfilet voor mijn wraps. En echt dom, ik dacht nog ik moet die wrapplaten kopen. Maar ja, ben ik vergeten. Eerlijk, ik ga nooit naar de winkel. En dat ik echt alles meeneem wat ik moet hebben. Ik vergeet altijd iets. Baking powder voor mijn banana pancakes. En ei. Ja, dus dit is wat ik heb gehaald. Ja, dus ik ga mijn best doen, jongens. Ik ben benieuwd. Ik ga niet douchen. Het vervellen valt nu best wel mee. Maar ik heb het idee dat het echt komt door die Charlotte Tilbury masker. Omdat die heel hydraterend is. Maar dat vind ik fijn, want het vervelt. Maar mijn gezicht voelt niet extreem trekkerig als de vorige keer. Zo ja, dat is een face update. Ik ga nu even douchen. En beginnen met werken, want ik heb wel wat te doen vandaag. Mails beantwoorden, even wat projecten voorbereiden, dat allemaal. Dus gewoon een simpele werkdag thuis. Hoe laat is het nu? Het is 10:45. Top tijd. Prima. Normaal gesproken de afgelopen maand stond ik pas op dit tijdstip pas op. So, this is good. With no fear, all that confidence, was it happens? These are zero.
Zo jongens, er is veel gebeurd sinds gisteren. Ik wilde het vloggen, maar het ging echt allemaal veel te snel. Dus gisteren heb ik nog gewoon heel de dag gewerkt. Ik was ten eerste bezig met het maken van een vlog intro. Maar ik ben echt heel picky en ik had niet echt inspiratie. En ik had zoiets van, weet je wat, ik denk dat ik het gewoon voorlopig even zonder een intro ga doen. Totdat ik een idee heb voor een leuke intro. Het is echt een heel klein detail, maar dat is dus hoe erg ik mij aan kleine details kan hangen. Ik heb letterlijk iets van 3 of 4 uur aan gezeten en ik ben uiteindelijk met niks uitgekomen. Dus dat is top. Dus dat ging al niet helemaal lekker. Maar it's whatever. Ik heb ondertussen, dat zagen jullie, een pakketje gehad met mijn nieuwe joggers van Boohoo. Ik zal onderaan de link wel even achterlaten. En een nieuwe bril. Mijn nieuwe zonnebril. Die had ik als cadeautje voor mezelf had ik die besteld. En ik had zoiets van, yes, ik zat die echt 2 maanden na te kijken of zo. En ik dacht elke keer, nee, ik ga het niet doen. Ik wil natuurlijk mijn huis. Ik krijg mijn huis. I'm manifesting. It's coming. Waardoor ik gewoon wel echt op mijn dingen let. Maar dit is zo'n mooi merk. I love it so much. Dus dit is mijn nieuwe zonnebril. Ik weet niet eens hoe je het zegt. Alles moet met één hand. Vela eyewear. Uit Australië. I am obsessed. Een beetje 70s-achtig. Deze, I liked very much. En ik heb ook een nieuwe pilootjas besteld die er heel mooi bij past. Dus, deze heb ik besteld. Die was binnengekomen als een soort van verjaardagscadeautje aan mezelf. Mijn gezicht is trouwens verder aan het vervellen. Ik weet niet of jullie het zien. Al die velletjes hangen ook aan mijn hoodie. That's disgusting. Oké. Maar zoals jullie zien, my skin is looking good. Dus daar ben ik wel blij mee. Oké, dus familie van mij, die hadden een gender reveal. En ja, we hadden dus een groepschat ervoor, want we zouden het organiseren. Maar last minute, door de nieuwe maatregelen, kon het niet meer zo doorgaan. Dus was het verplaatst. En ik had een nieuwe datum verkeerd in mijn agenda gezet. Ik had volgende week gezet. Dus ik kreeg gisteren een keer een video van wat versieringen. Want we zouden het kleiner doen. Versieringen van, hey, kijk hoe leuk het uitziet. En dan was ik, like, motherfucker, tegen mezelf dan. Je hebt gewoon letterlijk de verkeerde datum erin gezet. Zo, ik heb echt binnen 3 kwartier heb ik gekookt, gegeten. En ben ik daar naartoe gereden. Dat is een half uurtje rijden. En ik heb het gered op tijd. Want de rest van de familie was te laat. Niet leuk voor hun, wel leuk voor mij. Want letterlijk de minuut dat ik aankwam, gingen ze net bekendmaken. So, it's a boy. Super cute, super leuk. Want iedereen wilde ook dat het een jongen zou worden. Tenminste, zij wilde heel graag een jongen. Waardoor wij heel graag wilden dat het een jongen zou worden. So, ja, yeah, super leuk. And I'm very happy for them. Dus ja, yeah, super leuk. Hoe vaak kan ik super leuk zeggen? Ik ben gewoon letterlijk echt super excited voor hun. Ik ben heel happy voor ze. Dus dat was gisteravond. Toen ben ik naar huis gereden. Kijk, een hele update van al alleen een dag. Zie je, die vlogs moeten sowieso langer gaan worden. Ben ik naar huis gegaan, Temptation Island gekeken. Weer mijn ogen uitgekeken naar die Sonny. Echt zeer bijzondere man is dat. Elke keer flikt hij het weer. Elke keer denk ik van, het kan niet erger met deze man. En elke aflevering gil ik gewoon van het lachen van wat hij allemaal zegt. Best wel erg eigenlijk. Maar goed, dat dus. Vanmorgen opgestaan. Ik kom net van mijn morning walk. En ik stond vanmorgen een beetje op mijn anxiety. Want ik zou gisteravond verder gaan aan die intro. Maar toen moest ik natuurlijk naar de gender reveal party. En heb ik uiteindelijk mijn werk niet afgekregen. Wat natuurlijk niet erg is. Maar die stem in mij zegt dan, ja, je hebt je werk niet afgekregen. Like the perfectionist is not happy with myself. En ik ben de laatste tijd, sta ik zo laat op. Is echt niet normaal. Ik kan er gewoon niks aan doen. Ik sta super laat op. Ik ga wel steeds wat eerder naar bed. Dus dat ben ik al aan het fixen. Alleen het opstaan. Ik kon gewoon mijn bed niet uit. Dus
ja, die frustratie hoopte zich eigenlijk een beetje op naar anxiety. Ik heb mijn morning walk gedaan. Toen heb ik letterlijk tegen mezelf gepraat van listen, blijkbaar heb je de rust nodig. We gaan langzaam aan, ik ga langzaam aan gewoon normale tijden toepassen om op te staan. Want als ik nu hierom ga stressen, wordt het alleen maar anxiety en ga ik mezelf alleen maar straffen. En gaat het ook zich weer zelf soort van omzetten in like self-hate type of behavior. Dat willen we niet. So, het is wat het is. You know better. Try to do better. En morgen is weer een nieuwe dag. Dus ja, hetzelfde met eten. Ik was daar gisteravond dus en er was cake en cola. En ik heb allerlei dingen gegeten. En ik voelde me daarna, die suikers, die doen echt niet veel goed voor mijn anxiety. En ik kreeg daarna helemaal die, ik kreeg soms gewoon echt pijn op mijn borst. Alsof je iets van 3 Red Bull op hebt. Zoiets moet je net zien. Ik kreeg letterlijk gewoon pijn op mijn borst als ik te veel suiker eet. Dus dat voelde ik een beetje. So I was like bummed out. Dat ik dacht, ja bitch, heb je toch weer gewoon niet bewust gaan eten. Toch gewoon onbewust. Het zijn allemaal onbewuste keuzes. Maar goed, nogmaals, working on it. Dus ik ben best wel trots op mezelf. Ik heb mijn anxiety omgezet in een soort van therapie sessie. En like switched it to acceptatie en geduld met mezelf. Lange update voor alleen maar 1 middag en avond en ochtend. Maar oké, ik ga nu even mijn kamer opruimen. Mijn werkkamer, mijn kledingkamer. Oh ja, ik heb nog een pakketje binnengekregen trouwens. Dat wilde ik laten zien. Ik heb een heel interessant pakketje binnengekregen van Becca. Dit is namelijk de nieuwe Becca Light Shifter Finishing Veil. En een soort van foundation doing tint illuminator. Volgens mij is het wel gewoon een andere naam voor een BB cream, maar we will see. Glowy BB cream. Maar dit vond ik heel interessant. Wat vond ik namelijk interessant? Laat me hem even openmaken. Oh. Het ziet eruit, ik ga even inzoomen. Het ziet er namelijk uit als een crème product. Ik weet niet of jullie dat zien, maar het is dus een poeder. Met een beetje een shifter in, een beetje een glow. Dus ik ben heel erg benieuwd hiernaar, want ik ben ook echt verliefd op hun losse poeder. En die is echt top voor de droge huid, want het is echt een gekke poeder met een, ik ga hem even laten zien. Deze. Dit is de Hydra Mist Set and Refresh Powder. Maar deze heeft een soort van technologie erin. Als je hem aanbrengt, voelt hij letterlijk ook nat. Dus als je een droge huid hebt, is dit echt een fantastische poeder. Want het is een poeder, maar het is niet te droog. Dus ik heb het idee dat dit een beetje de vaste variant is ervan. De vaste variant van die foundation poeder. Het is niet zo'n foundation poeder, het is gewoon een poeder. Met een glow. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Maar obviously ga ik het nu niet kunnen proberen met mijn huid nu. En dan verder werken, want ik ga vandaag wel echt mijn andere dingen klaarzetten voor de vlogs. Dus het eindbeeld wat jullie zien, banner, preview voor Instagram stories, dat allemaal. Zo ja. Goedemorgen babes, ik heb net mijn shake gemaakt, mijn ontbijtshake en gedoucht en ik heb honger, ik heb heel erg honger, dus ik ben helemaal aan het trillen. Nou, het is niet eens mijn ochtend, het is gewoon 1 uur, what the fuck doet mijn haar nou weer, oh my god. Het is al 1 uur en ik ga nu deze vlog editen. Ik heb nieuwe software, dus het gaat waarschijnlijk iets langer duren om het te doen en ik moet nog uitzoeken hoe dit precies werkt, maar komt goed. Ik moest net de katten naar binnen lokken. Er loopt namelijk echt een hele gemene kat. Ook nog een update, had ik ook niet verteld nog. Mijn witte kat, die was aangevallen door een andere kat. En zijn hele schoudertje, zeg maar, elleboog lag open. Die moest gehecht worden, of zeg maar geplakt worden. Heel drama, maar die kat loopt dus elke keer in de tuin die katten te zoeken. En Coco, we hebben ze 1 zwarte en 1 witte. Die heet Coco, ja. Die zoekt haar elke keer. Die gaat er ook gewoon echt volop tegenin. Dus ik ging net mijn shake maken. En ik zie vanuit het raam, de deur, dat ze achter die andere kat aanrent. En haar gewoon echt aan het zoeken was. En ik heb geen zin om nog een kat naar de dierenarts te brengen. Zo, ik moest ze echt even naar binnen lokken. En sinds dat is gebeurd, laat mijn moeder die kleine witte niet naar buiten. Vanwege die kat. Dus terwijl ik de andere naar binnen lokte,
ontsnapte de andere naar buiten. Dus het was echt een kleine shitshow. Maar goed, ik zit weer. Ik ga nu editen. Ik wacht op twee pakketjes. Zodra ze binnenkomen ga ik die laten zien. Because I'm very excited about it. En ja, ik ga gewoon verder vloggen nu. Of vloggen, editen. Zo, ja. Yeah. Poppetje is op bezoek. Kom maar, laat me jas doen. Ze is op bezoek. We gaan in de sneeuw. Want het is net begonnen met sneeuwen. Is het je goed? Ja. Oké. Koud, oh my god. Zo. Olaf. We zijn naar binnen al, maar het is koud. Maar we hebben Hallo. Olaf gemaakt. Hoe heet die? Olaf. Olaf. Hallo. Mijn moeder is echt letterlijk een van de schattigste mensen die ik ken. Ze is foto's aan het maken van alles. Let niet op het lelijke hek trouwens. Die moet nog opnieuw geverfd worden. Even foto's maken van alles. Ik krijg zo'n trotse oma is dit. Ze is zo schattig. Ga ze even uit de kant. Oma wil naar binnen. Snow snapt helemaal niks van de commotie. Hè Snow? Snowy. Snowy. Ik vind sneeuw altijd wel leuk om te zien. Zolang het gewoon blijft liggen. Zolang het echt die droge sneeuw is. Vind ik het prima. Niet als het heel vies wordt. Maar ik vond het altijd wel leuk. Ik doe me altijd denken aan de eerste keer dat ik sneeuw zag. Het was echt in Nederland. Toen ik in Nederland kwam. En daarvoor had ik het echt alleen maar in films gezien. Weet je wel? Dus... good memories. En nu met mijn nichtje. Dat is toch wel leuk. Ik verwachtte vandaag twee pakketjes. En er is één aangekomen. En toen ging ik kijken van oké, maar waar is de andere dan? Allebei met DHL. En eentje is als bezorgd aangegeven terwijl die niet is bezorgd. Dus ik ben daar best wel boos over. Mercury Retrograde is begonnen. Dat is de shadow phase. 30 juni gaat het pas echt in. Maar ik merk echt gelijk alweer dat het is begonnen. Oh my god. Oké, ik heb wel één pakketje binnen van de Zara en ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Even snel, snelle haal. Niet zo heel veel. Eerste item van de Zara is deze set. Topje is wel iets te groot. Ik moet echt wennen, ik ben afgevallen natuurlijk. En dit is een beetje minder geworden. Zo, ik moet daar nog aan wennen. Dus ik moet deze altijd een maatje kleiner gaan nemen. Maar die legging zit ook echt heerlijk. Ik heb een maatje ML in de legging. Het zit super lekker. Top ook lekker. Die kan ik ook gewoon zonder BH aan, denk ik, wanneer ik mijn maat heb. Dus ik ga het zo bestellen. Ik ga het ook gewoon, denk ik, dragen met een grote oversized blouse of zo. Of een grote oversized jas. I love it. Ik ga even mijn top aantrekken. En over top die ik ook heb gekocht bij de Zara. Kijk, dit vind ik ook helemaal leuk. Maar het schijnt een beetje door. In de vlog vind ik het niet erg. I don't care. Maar ik denk als ik op straat ga, dat het... ik vind het niet erg als ik een vrouw zie met een beetje doorschijnende tepels. I don't care. I don't give a fuck. Maar bij mezelf, I don't know. Maar ik ben echt heel blij mee. Kijk hoe mooi deze mouwtjes. Ik heb van deze wel bewust een XSS genomen. Misschien als het een maatje groter was, dan was het minder doorzichtig. Maar ik denk dan weer gewoon te groot. Dus wat ik ga doen, ik heb nog van die soort van... nude nipple covers. Misschien dat ik die gewoon erbij gebruik. Want ik vind het ook heel leuk met een blazer bijvoorbeeld. Dus gewoon zonder deze. Dus het zit gewoon zeg maar zo. En dit is voor eroverheen. And I think it's very cute. Guys, ik ben letterlijk de hele dag bezig geweest met het editen van deze video. Omdat ik dit editprogramma nog niet ken. En tussendoor nog van alles doen. Koken. Mijn nichtje is natuurlijk ook hier. Dus ja, ik ben kapot. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik vind het echt super fijn om weer terug te zijn. En laat me weten hoe lang jij wil dat de vlog sturen. Dat is de eerste keer dat ik echt niet een speciale vlog heb. Dat gewoon één stuk door een langere vlog is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het vinden. So ja, yeah, thank you so much for watching. Als je me nog niet volgt op Instagram, kan je dat natuurlijk doen. Coco Centeno. En abonneer op mijn kanaal. Zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik je bij de volgende vlog of video. Bye.